Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zaterdag 22 december. Er is veel bewolking boven Nederland, maar in het westen en zuiden breekt wel af en toe de zon door. En er valt ook af en toe neerslag. Vanochtend zagen we flink wat neerslag in het noorden en noordoosten van het land. Die neerslag is verdwenen, maar nu vallen er verspreid in het land nog een paar buien. En vanmiddag zal dat ook nog wel doorgaan. Het zuidwesten van het land en het zuiden, dat blijft wel overwegend droog. Ja, veel bewolking dus. En dat is ook het beeld voor vanavond. Zo af en toe kan er nog een opklaring voorbij komen. De temperatuur ligt vanavond zo rond de 7 à 8 graden en er waait een matige wind uit de westelijke richting. Mogelijk dat het diepe land inwaarts nog een enkele bui valt. Vannacht is het weerbeeld rustig met wolkenvelden en een enkele opklaring. De temperatuur die daalt naar zo'n 5 tot 7 graden en de wind die zwakt nog wat af. Morgenochtend kan er dan op een enkel plek nog een waterig zonnetje zichtbaar zijn. Maar vanuit het westen gaat de bewolking toenemen. Op de computeranimatie kunnen we dat ook goed zien. Als we naar zaterdag kijken dan zien we eerst die neerslag dus wegtrekken. Dan komt er een zwakke uitloper van een hoge drukgebied. Maar dat is tijdelijk want zondag komt dan die regen over Nederland heen. En dan kan het af en toe flink plensen met name in de middag en de avond. Daarna zien we wel dat er een hoge drukgebied gaat ontwikkelen. En dat hoge drukgebied dat komt zo'n beetje boven Nederland en Frankrijk te liggen. En dat gaat maandag maar ook tijdens de kerstdagen voor zeer rustig weer zorgen. Goed, terug naar het weer van morgen dan. Dan is het dus in de middag bewolkt en regenachtig. Waarschijnlijk valt de meeste neerslag in de zuidelijke helft van het land. Ook in de avond kan er nog wat regen vallen, maar in de loop van de nacht wordt het vanuit het noorden droog. En dan gaan we langzaam maar zeker die invloed van dat hoge drukgebied merken. Het betekent ook dat maandag af en toe de zon erbij kan komen bij temperaturen die variëren tussen de 5 graden in het noorden en zo'n 9 graden in het zuidwesten van het land. Tijdens de kerstdagen, dinsdag en woensdag, is het ook rustig weer met wel veel bewolking denk ik, maar zo af en toe kan eventjes de zon doorbreken. Wat verder nog een interessant detail is dat het maandagavond, tijdens kerstavond, rustig weer is en dat de temperatuur flink onderuit kan gaan. In het binnenland moet u er rekening mee houden dat rond middernacht het rond het vriespunt kan zijn of misschien zelfs nog wat kouder. Kijken we dan ook nog even over de kerstdagen heen, dan zien we dat het weerbeeld rustig blijft. Het blijft vrij zacht ook, laat ik het zo maar noemen. Zeker het tweede deel van de week ziet het er weer wat zachter uit met temperaturen ruim boven de 5 graden. Maar na de jaarwisseling wordt het geleidelijk aan wat kouder. We zien ook heel duidelijk dat de onzekerheid gaat toenemen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.